Pentri ook zo en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een vlog voor jullie aan de Sinkse Voor hier in hartje van Antwerpen. Mijn thuisstad om het zo maar te noemen. En ik ben hier vandaag niet alleen, ik ben hier samen met, kom er even bij staan. Hallo. Hey. Hallo. Is dit ook jouw thuisstad? Nee. Nee, want jij bent van? Nee, gelukkig niet. Ik ben van een klein plaatje genaamd Den Dolder. Den Dolder? Hebben ze daar toiletten? Ja. Oh, wat goed! Gelukkig wel, ja. Wat ja. Goed! Belgische attracties, heb je er zin in? Ja. Ja. Hey, nou. Maar hoeveel Nederlandse kijkers heb je ook? Hè? Want ik wil ook nog even wat zeggen tegen de Nederlanders. Zeg maar. Nou, kijk. Voor de Nederlanders hier. Dit is een kermis. Kermis! Kermis! Aangekomen op de kermis is het eerste wat we zien een rat. En ook de tiki-surf is aanwezig. Wat ik zo mooi vind hier is het stationsgebouw, het dak. Doet me een beetje denken aan Untamed. Douwe! Ja! Wat vind je van dat dak, die decoratie? Het is bijna alsof we in Untamed zitten. Ja, ik zei het net ook! Doet hij hier ook bij de dispatch een drumgeluid? Nee. Jammer. De volgende attractie is een shaker of rollover. Ik heb geen idee hoe het ding noemt, maar het ding is ook niet interessant. Ik ben even de bouwer kwijt. Nou, ik ben er niet zo goed in. Maar ja, deze gaat dus niet over de kop zoals een hus doet. Deze schommelt alleen maar. En dat vind ik dus het geld echt niet waard. Je betaalt er volgens mij ook 7 euro voor. 7 euro is echt te duur. De Topscan Xtreme sinds vorig jaar op de Belgische kermis. Maar ik vind zijn rieten eigenlijk helemaal niet zo goed. En de prijs 7 euro ook hier veel te duur. Dus wat gaan we doen, Douwe? Iets veel beters. Ja? We gaan in de credit. In de... Eat My Dragon of zo, ja. Eat My Dragon, ja. Exact. God, dit ding is nog wild ook. Kijk, kermis. En dan gauw. Wow! Oh my god! Die vlaggen komen helemaal. Wat een airtime. Wat een laterals. Het was ongelooflijk. Ja. Ik voel mijn maag niet meer. De Seasternbaan achter Douwe. Die slaan we voor nu maar even over, denk ik. Hier heb je ook een funhouse. Die staat hier ook echt elk jaar, dus dat is niet nieuw. Ja, en eigenlijk deze hele kermis is gewoon niet nieuw. Het is exact dezelfde editie als vorig jaar. Maar daar had ik ook geen video van, dus bij deze. Ook XXL staat hier weer. Deze is ook een vaste gast. Ik vind hem iets te duur. Maar ja, ik vind heel deze kermis eigenlijk iets te duur. Dus we hebben nog heel wat voor de boeg. Maar Douwe gaat eerst achtbaantje doen. Ik ga deze overslaan, ik heb die al gedaan. Kijk hoor, wat een strijder. Douwe die gaat ervoor op de wilde muis van Bufkens. Daar gaat hij. Oh ja, nu gaat hij spinnen. We komen net uit deze gang bij de Wild Mouse en de XXL en zo. En hier splitst de kermis eigenlijk op in twee gangen. Je hebt daar links en hier rechts.
wij gaan deze kant op. Pasta Fresco, Fresca, geen idee hoe je het uitspreekt, is een pasta kraampje hier op de kermis en het is toch wel mijn favoriete eetgelegenheidje hier op de kermis op de Sinksevoren. Godverdomme, hou je bek. Superleuk, de zon is er aan het doorkomen. Ik moet ook al de hele vlog mijn stem verheffen, ja, heb je dat? Want zo laat hier al die muziek. Wat een zenuwen muziek. Maar ze hebben een poliep. Waar zijn we nou weer beland? Ik ben in, ja. Helemaal opgesloten. Niet vrij. Opgesloten in de kooi. Want het is tijd voor Pirat Party. Ziet er op recht staan. Wij kiezen uiteraard voor recht staan. Dit voelt zo onnatuurlijk. Ja. Oh, er staat toch gewoon niet vast of zo hier is. Niet. A few moments later. Dit is fantastisch gewoon. Het is niet uit te leggen. Nee. Het is super illegaal. Nu, het ding is, als je naar boven gaat en op dat moment spring je, dan blijf je echt zo, ja, airtime eigenlijk maken en zweven. Je blijft boven. Ja. En het is super leuk. 4 euro, niet zo duur, dus echt wel de moeite waard. Heel leuk. Ik zei net money well spent en dat is het ook echt. Hier aan de overkant staat Takeoff. Een leuke attractie wel. Heel veel G-krachten trekt hij. Maar ja, dat we willen niet in, dus ik ga er ook niet in. Ik vind hem best wel duur. Ja, 6 euro, dat gaat op zich nog. Maar ja, het is altijd dezelfde rit en deze ken ik ook al jaren. Dus ja, op een bepaald moment heb ik het ook echt wel gehad, weet je wel. We zijn aangekomen bij het einde van de kermis, waar je rock en roll kan terugvinden. Maar dat boeit me geen reet. Wat me wel boeit is Movie 32 van Herk. Wat een prachtige attractie. Wat vind je ervan? Daar gaan we!
Oh mensen, dit is kermis, weet je wel. Dit is zalig. Dit is fantastisch. Holy shit. En is ook alles in orde? Ja, ja, ja. Wil jullie nog een keertje? Ja, ja, ja. Wil jullie wat in orde? Ja. Dat vind ik heel jammer. Waarschijnlijk is dit pure geldverspilling ook. Oh, maar dat gaan we. Oh! Ah! Oh! Oh! Oh, nou dat ging nog best goed eigenlijk. Oh my god. We hebben net dit hier gedaan, kijk man. Maar ja, ik vond het zijn geld niet waard. Het was gelijk gedaan. Ja. Het duurde echt maar 2 minuten of zo. Het einde was wel heel leuk. Heel grappig. Maar ja, veel te duur. Echt zijn geld niet waard. Dus wij gaan gewoon door. Ja. We komen vandaar. Douwe heeft die achtbaan gedaan. Hoe was de achtbaan? Kwalitatief uitermate teleurstellend. Oké, okay. Dat is dat. En nu gaan we door. Maar kijk, ik zie daar al wat vlagjes hangen. En die vlagjes zijn heel interessant. Ik neem jullie mee naar de koning van de Belgische kermis. Dat is Decadence. Dit is de koning van de Belgische kermis. Dit is Decadence. Ik heb er net een ritje op gemaakt waar ik heel erg van genoten heb. Ik heb geen onride gemaakt. Daar bestaat er toch al zoveel van. Ja, wat valt hier nog over te zeggen? Prachtige machine, kijk dan gewoon naar dit. Helemaal opgebouwd ook met vlagjes en de Decadence bar. Hoe fantastisch is dit? Dit is prachtig hoor. Geniet van de beelden. Strip act. Strip act. Van Douwe.
Laat je tieten zien. Er liep daar net iemand langs. Ik weet niet wat zeggen. Ja, doe jij het dan? Nou, beste kijkers van Trioxo. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Ik hoop dat Niels in de edit een paar mooie beelden inzet van Decadence. Meer, we kunnen niet zo heel veel zeggen, want dat ding neemt gewoon al je woorden weg. Yo, mijn stem is bijna weg. Het is 11:30, 11:30. 11:55. 11:55. Ik weet niet wat dat op zijn Vlaams is, maar dat is in elk geval. 11:35. 11:35. Weet ik veel. We zijn moe. 11:25. We zijn moe. Ik heb geen idee. Maar Douwe, wat vond je nu van Sinks ervoor? Bizar. Ik heb op de Sinks ervoor heb ik misschien wel twee of drie bucketlist dingen afgestreept. Het is bizar. En zeker Decadence, die neemt de woorden uit je, ja, nou, dat is. Ik kom er niet eens op. Nee, we zijn moe. Het is nou een uur geleden sinds het laatste rondje ongeveer. Nou, dat is bizar. Ik zit nog steeds. Ja, ik voel hem ook wel nog. Ik voel hem ook, exact dat. Ja, dat ding is echt fantastisch. Mm-hmm. Decadence is de koning van de Belgische kermis. Ik heb het al 3000 keer of zoiets gezegd in deze video. Het is een fantastisch movie, dat vond ik ook heel leuk. En het was gewoon een hele leuke tijd samen, Douwe. Ik heb er echt van genoten. Ja, ik ook. Ik ben wel super moe nu, dus wij gaan met de trein naar huis. Douwe blijft bij mij pitten. Jij gaat morgen naar Toverland. Yes, ik ga kijken of ik het overleef. Voor Track & Watch toestand. Nou. Leuk onderwerp. Ik heb mijn zomer is helemaal volgepland en ik heb geen tijd voor Toverland. Dus jullie mogen alvast dat zeker niet gaan verwachten. Wat ik wel ga doen is ik vertrek overmorgen naar Europa Park. En daar ga ik een vlog of twee, weet ik veel, in maken. Dus Europa Park komt nog online. Ik ga ook naar Park Asterix voor Toetatties. Ik heb hem al gedaan op dit moment, dus het zal niet mijn first reaction zijn. Toetatties. Ja. Ja. Laat je tieten zien. Nee, zie je zo meteen wel. Oh, dat is voor als de camera uit is. Oh mensen, ik ga afsluiten. Ja, ga je even goed zitten. Mm-hmm. Maar dus, vonden jullie deze video leuk? Die pauze. Stop. Vonden jullie deze video leuk? Doe dan dat blauwe duimpje omhoog. Abonneren kan ook altijd. Dat kan je doen op de rode knop onder deze video. Volg me ook op de social media als die hieronder in beeld staan. Volg zeker ook. Coasterfoto. Het staat onder in de beschrijving. Ja, wij gaan naar huis, we gaan slapen, want het is dringend nodig. Ik zie jullie bij een volgende video. Doei. Dag dames, dag.